dat je dan net zo lekker schuin gaat en dan gaat hangen met je billen overboord. Dan maak je het echt spannend. Ik heb een muis gezien in de learning. Hoi, dit is week 6. Leuk dat je kijkt. Bovoort. Schouw me Bovoort. Ik kan je niet vertellen hoor. Ja, weet ik. Je hoort het wel goed omdat het zo stil is. Wat hoor je heel goed omdat het stil is? Weet je wie er in de bar zit? Nou, volgens mij Til. Til? Til. Dat is toch de hoofdinstructeur? Ja, deze week wel. Hoe kan het dat de hoofdinstructeur niet stil is? Ja, die dwingt dat af. Uitzoeken. Mevrouw de hoofdinstructeur. Hey! Kan het wat stiller? Hoezo wat stiller? En we zaten net in de eetzaal het theorie-examen te doen en het was muisstil, maar dan hoorden we één stem bovenuit. Oh, it was me. Hoe is het? Goed, het is week 6. Ja. En we zijn hier niet alleen, hè? Nee, we zijn hier met heel veel cursisten die er al de hele week zijn. En hier staan Anouk en Isabel. Hey! Hey. En dan gaan we nu even de camera neerzetten, want anders krijg ik een lamme arm. Feestenbar. Ja, dat is het thema van deze week. Ja, en het is vandaag vrijdag, dames en heren. En voor de echte trouwe kijkers die de Beert al jaren volgen, hebben als goed is nog nooit een video van de vrijdag gezien. Dat klopt. Maar de vrijdag is superleuk! Ja. En volgens mij, Mathilde, is de vrijdag ook vet spannend. Ja, dat klopt wel. Dat vinden veel cursisten wel een beetje spannend. En waarom is dat dan? Omdat het ook laatste zelfdag is en we gaan wisselen met instructeurs. Dus elke cursist krijgt even een andere instructeur om te laten zien wat hij deze week geleerd heeft. En net zagen we het ook al, er waren ook al mensen theorie aan het doen. Ja, dus vandaag hebben we een vragenlijstje met allemaal wat vragen over de theorie. Hoe spannend is dat? Ja, dat is wel spannend. Dat is wel het moment dat ze echt denken, ik zit nu echt iets op te schrijven. Is het goed, is het fout? Weet je, mensen altijd op school. Afkijken en zo. Ja, zitten ze ertussen die af en toe zo'n briefje zo open doen en dan de antwoorden overschrijven? Ja, stiekem fluisteren. Een kleine koek en een loer op een ander briefje. Ja. Dat zit er wel bij. Ja. Wij gaan vandaag meekijken met een paar examens. Kijken of we er iets dichterbij kunnen komen. Dus zien hoe spannend dat is. En ik ben heel benieuwd wat hier vanavond gaat gebeuren natuurlijk. Dat wordt heel erg leuk. We zijn een let's go! Dit is heel goed? Ja. Weet je het zeker? Is dit dan de slip? Maak hem nog eens een keer. Zo. Hatsa! Links over rechts, rechts over links. Ja, ik denk dat, maar maakt niet over uit. Het is maar één vraag, wacht. Maar zit er eentje tussen waar je aan twijfelt? Alles. Oh, alles. Oké, dat is ook nice. Ik heb halve ja, halve wind aan en ruime wind. Dat heb je nodig. Je hebt niet nodig oploepen en afvallen, ja. Wat is dat dan? Dat voor mij is dat de platknoop, of niet? Dat is een platte knoop. Lekker bezig. Wat een stress, dames. Wat een stress. Dat is nergens voor nodig. Maar het is toch moeilijk dan we dachten. Het is een best moeilijke toets. Het is niet zoveel hetzelfde eigenlijk. Ja, maar we gaan nu gewoon knopen en dat is onze specialiteit. Hè? Ja. Wat leuk dat je even aan het filmen bent tijdens je toetsje. Dan willen jou ook eventjes Mathilde interviewen. Ja. Oké, dames en heren, we gaan het water op. We willen even kijken hoe het met de examens gaat. En we gaan even een paar mooie beelden schieten. Let's go! Woo! Hoe spannend vind jij de vrijdag? Nou, ik vind de vrijdag altijd spannend, maar ook heel leuk. Omdat al die cursisten zijn toch, ze zijn een beetje in de spanning van de dag. Maar het is ook heel gezellig, want ze gaan met een andere instructeur mee. En ze gaan eigenlijk allemaal hele leuke dingen doen. En we sluiten de avond af met de bontavond en de disco. Daar gaan we nog niet te veel over vertellen, maar dat gaan we straks laten zien. Oh. Okay. Let's go. Hey Sophie. Hey. Wat leuk dat jij er ook bent. Lekker hè? Week 6 hè? Het is week 6. Top. Nee, ik heb een vraag aan je zo. Ja. Je bent al klaar met je examen. Ja, net. Ja. Ondertussen gebeuren er allemaal gekke dingen op de achtergrond. Hoe spannend is een zelfspel eigenlijk? En vooral, hoe spannend is het op de vrijdag? Ja, de vrijdag staat wel bekend dat dat de spannendste dag is van allemaal. Ja. En je kunt het dus zo spannend maken als dat je zelf wil. De wind heb je mee. Dat maakt het al spannend. Als je dan jezelf net zo lekker aantrekt, dat je dan net zo lekker schuin gaat en dan gaat hangen met je billen overboord, dan maak je het echt spannend.
Dat is een goeie, tik hem aan. Hello everybody, this is Tom. What's up, Tom? Hi. And Tom is here to this week to do the catamaran, right? Yeah. How excited is it to go to the beard? It's exciting because I'm with those two friends and I only see them at this camp. And you guys are from Luxembourg, or? Yes. That's right, eh? Yeah. Because normally in week six we have a lot of foreigners. Yeah. That's cool, we like that. Boys, yeah. We're gonna do a race! Okay, let's go! Who's gonna win? We are. You guys are going to win. Wat zeg je allemaal aan Anouk? Ja, ik zei, het is toch leuk, wedstrijdjes zeilen, kat moet hard gaan. Ja, dat is waar, hè? Ja. Daarvoor zit je op die boot. Half een minuut! 5, 4, 3. Ik gok op de dartactie. De dartactie. 1, go! Kijk dames en heren, als je spanning hebt op de bit, kan je ook gewoon in een topo stappen zoals deze instructeur. Kijk, stap ik in de topo. Lekker Niels. Ja. Zat jij lekker in die topaas te plannen? Ja, natuurlijk, doe ik altijd zo. Kan je gewoon? Ja, ik kan het nog een beetje. Ja. Een tijdje niet gedaan, maar... Het zag er smooth uit. Ik dacht, shit, ik wil ook in die boot zitten. Ik dacht, ik doe één grijpje nog. Even voordat ik ga aanleggen, gelukkig niet omgeslagen. Ja. Lekker! Ja. Jij? Ja, vertel. Van de week een muis gevonden. Oh, wat was dat een avontuur. Of niet? Ja, Annabeth, onze hoofdjeugdboot, kwam gillend de steiger af. En die kwam naar me toe rennen en zei, Ann, ik heb een muis gezien. Een muis? Ja. In de Lurling. Gewoon in het bootje zelf. Wij meteen in actie. We dachten, muis, we gaan bij de steiger op. Zagen we inderdaad rustig over de kant kijken. Zagen we daar die muis. Maar we wisten nog niet of hij levend was of dood. Dus toen hebben we een beetje de boot heen en weer gewiggeld. En toen bewoog hij nog. Dus toen wilden we hem redden. Dus uiteindelijk hebben we met een emmer hebben we hem zo uit het water kunnen redden. Wat zit jij nou weer te stressen, Anouk? Nee? Anouk wil op tijd klaar zijn voor het eten. Daar komt het eigenlijk op. Ik denk dat het vrijdag is. En op vrijdag dan doen ze altijd zo'n borrelnootje. Hè, bij de scheepsraad. En een bitterballen. En dat wil zij. Ze willen snel mogelijk aan die bitterballen. Ja, maar ik heb ook wel echt heel veel zin in de patatjes. Hey instructeur! Heb jij wat snoep in je tonnetje? Ja! Ik had zo'n zak bananen. Elke keer als ze aan kan liggen. Mag ik banaantje? Ik heb maar één banaantje van. Ja. Jij hebt al mijn banaantjes opgegeten, Liek? Nee. Wel. Nee. Wel. Nou. Jij wel. Echt niet. Echt wel? Lieke, net kwam ik jou tegen daar op het water. Jij ging echt zo schuin. Kijk voor de camera. Niet recht, maar zo schuin ongeveer, ja, toch? Ja, we gingen niet echt recht, maar we gingen wel... We konden bijna echt gewoon zo recht staan. Maar was dat niet kei-eng? Nee. Gewoon vet. Gewoon vet, hè? Wat? Zwaar nog even naar papa en mama, naar iedereen die kijkt. Dames en heren, jongens en meisjes. 3, 2, 1. Het avondeten even beginnen met een ogenblikje stilte.
eet smakelijk! Jij ook! DJ Isa, DJ Isa. Disco dinsdag was helemaal dol. De DDD, de Don Dinsdag Disco. Oh. Daniel, wat heb jij nou voor pak aan, joh? Een dino-pak. Beestenboel thema, Joost. Dus dan weet je het wel. Wat gaat er nu gebeuren, Daniel? We gaan diploma's uitreiken. Ik zie al wat je iets in handen hebt. Maar de namen die moeten nog even geheim blijven. En wat gaat daar gebeuren, zag ik al. We gaan het zien. Ja. Naar de disco, om daar met elkaar nog een laatste disco te hebben, ja? Hey! 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 Let's go! Hi mensen! Een mededeling. Kijk volgende week weer. Ja, want dat was de video alweer. Superleuk dat jullie keken. En vergeet niet om te abonneren. Doei!